Beste vrienden, Paramaribo groet u met een biggie brasa, straight from the heart en puur natuur. Wherever you are, tikka brasa en weet, geef die brasa door, is een Suriname brasa, zoals alleen die Surinaman die brasa kan geven. Hey, heren, wie speelt de lobby? Echte, echte. Die Suriname, mijn lobby gevaarlijk, maar je kan ook een vriend zijn van Suriname. Dan mijn lobby toe. Heren, dat ding van ons is een moeilijk ding. En vandaag, 8 januari, dan loopt het gratieverzoek af voor zover een gratieverzoek is ingediend. Want je krijgt eigenlijk niet echt haarscherp, hè? Wat men zegt en wat men doet. Bijvoorbeeld, de advocaat van de Deetje Boutersen. Die heeft gezegd, in de eerste instantie, we gaan geen gratie aanvragen. Een cliënt vraagt geen gratie aan. Later krijgt het OM wel een verzoek om gratie. Dat moeten we nog zien, want zelf dat is niet duidelijk. Alleen op het moment dat de verdediging, dus Irvin Kanhai, de advocaat van deze Boutersen, heeft gezegd, luister nog, wij zijn van plan om gratie te vragen, dan gaat natuurlijk een 8 dagen rust in. Dus een uitvoering van vonnis, een pauze van 8 dagen. En nu, morgen, nee, sorry. Vandaag zijn die 8 dagen voorbij. Dus dan is het Openbaar Ministerie aan zet. En als er gratie is aangevraagd, dan is president Santokki aan zet. En hij zegt, wij volgen het advies van het Hof van Justitie. En daarnaast zal hij ook luisteren naar maatschappelijke groepen en allerlei zaken en de kerk enzovoort. Beste vrienden, het is zoals het is op dit ogenblik. Er is ook een geweldige vraag nu. Is Desiree Delano Boutersen, ex-president van Suriname, en nu dus een veroordeelde, is hij nog in Suriname? Er gaan geruchten de ronde en ik wil geen geruchten verspreiden, maar het is wel belangrijk om even te denken aan de mogelijkheid, omdat er gezegd wordt dat de veroordeelde met een vliegtuig natuurlijk het land heeft verlaten en ergens moet zitten in een van de landen waar hij welkom is. En u weet het, Chavez was de man zijn grote vriend. Trouwens, ja, Chavez was ook mijn vriend. Maar daar gaat het niet om. En Castro in Cuba was ook een grote vriend. Dus dat zijn die twee plekken waar deze naartoe zou kunnen gaan. Maar hij kan ook makkelijk naar China. Of naar Rusland. Beste vrienden, het zijn opties. Ik weet het ook niet. En ik wil geen roddels verspreiden, nee. Maar het zijn alleen maar mogelijkheden. Dan heb je opties toch. Wat gaat er gebeuren? Gaan ze, als hij nog in het land zou moeten zijn, gaan ze hem ophalen? Ik weet het niet. Beste vrienden, want er is meer toch. Jij kan, er zijn twee dingen. De eerste was gezegd, als hij gratie zou hebben aangevraagd, dan betekent dat dat hij schuld heeft. Hij erkent schuld. Tweede, als hij gevlucht zou zijn, dan is dat ook een vorm van erkenning van schuld. Oké, maar nu zit er iets anders erbij en er wordt gezegd, luister, en met name moet u goed luisteren naar Irvin Kanhai, de advocaat van Boutersen. Want
Er wordt gesuggereerd. En als je nagaat wat er altijd, al die tijd is gebeurd, dan heeft deze rechtszaak de vorm van een politiek proces. En Motegi Wansani, als de man is gevlucht, dan is hij niet alleen maar gevlucht vanwege het feit dat hij schuldig zou zijn, maar vanwege het feit dat het een politiek proces is waarin hij nooit gelijk zou kunnen krijgen. Ik weet, er zijn een aantal mensen die. Jongen, jullie gaan op me schelden, maar je moet maar doen. Kijk, kijk, kijk. Defi rustig. Wat heb je nu? Defi rustig. Rustig, take you. Is dat toch? Take it easy before easy takes you. Don't trouble the trouble unless the trouble troubles you. Beste vrienden, mijn baroen. Na die semo sekabong. Met banwari, swari, sneki. Ik weet dat 99% van Sernang, contact 90%, nooit heeft gehoord van deze Hassan Ager story, Fataki, Odo, no, Odo. Odo, we kort gay. Maar Olibazafa, Odo, we korting, beste vrienden. Daarmee wil ik het even doen nu. En met spanning kijk ik uit naar wat er morgen gebeurt. Morgen? Ja, het is nu net 1 minuut over 12. En dan praten we over. Laten we de data noemen. Paramaribo groet u. En wij zijn benieuwd welke beslissing er genomen wordt, want de president moet veel wijsheid betrachten. He? Allerlei maatschappelijke groepen en zo, en de man kan ook toe de kerk en de kerken en de raad van. Hey. Walamala. Na Sinterklaas, na Boboelaas. Mijn potabril. Fmika luku boom. Seipsa. Daarom. Ik was mijn handen in onschuld. Want er zijn velen die hem vol hebben over recht en onrecht. En eigenlijk beste vrienden, ondefon rustig. A jeng masar yang cek kiri suma piking. 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 Oh, facito no bromiso. No bromiso, no bromiso. Aje masra yang che kiri suma piki. Aje masra yang che kiri suma piki. Para maribu abari wale speki budi. Devi resta kara no magna chari ede gue.